Er is veel verdeeldheid onder de nazaten van de slaafgemaakte, is de conclusie tijdens de workshop Slavernij Verleden, georganiseerd door de Nationale Assemblée. Uit de debatten van gisteren en vandaag is er een voorlopige stappenplan gemaakt. Die is overhandigd aan voorzitter Marinus B. Deze workshop had als doel een breed gedragen en eenduidig Surinaams standpunt te formuleren betreffende de aanpak van het slavernijverleden, de impact op het heden en eenwording als kracht voor de toekomst. Verschillende organisaties hebben deelgenomen aan de workshop. NACS-voorzitter Sigmin Staphorst zei dat er tijdens deze 2 dagen is ontdekt dat er veel verdeeldheid is. En we hebben ook ontdekt dat het een heel proces zal zijn om deze verdeeldheid te nemen. We gaan die liberale boezelstrategie. Nou, we praten of man, gratie proko, wij moeten leiding. Die moest vast in contact. Maar hij denkt, voor leiding, voor mij dat vast in. En voor horen toe, if I fall off, ik ga niet aan probleem voor op die ding. Dus wij hebben een immense taak die we hier moeten vervullen. Maar wat we goed moeten begrijpen, is waar de wortels van de verdeeldheid zijn. Want de verdeeldheid wordt van buiten eigenlijk op ons eigen neer gestort. DNA-voorzitter Marinus B. zei in de afsluitingstoespraak dat de basis die is gelegd na de 2-daagse workshop is het met elkaar praten om te werken aan de ontwikkeling van Suriname. B. doet een beroep op de aanwezige organisaties elkaar te helpen en ervoor te zorgen deel en onderdeel te zijn van dit plan. De politieke en bestuurlijke agenda voor de komende perioden, jaren, zal gedomineerd worden door slavernijverleden. Je ziet het al internationaal hoe de zaak zich beweegt. En wij gaan niet stil blijven. En vandaar dat we vandaag of deze 2 dagen moeten zien als een beginperiode van een stukje commitment met elkaar. Misschien gaan we niet vaker in deze setting bij elkaar komen. Maar wees open en beschikbaar voor ons wanneer we u gaan uitnodigen in kleine sessies, in kleine groepen, om met elkaar verder te gaan. Het moet ons ding worden. Het is niet meer een van een groep mensen zitten achter een bureau en zaken uitwerken voor de rest. De workshop stond evenzeer in het licht van de internationale ontwikkelingen. Met name de aangeboden excuses voor het slavernijverleden door premier Mark Rutte en vanuit de CARICOM betreffende de aanpak en impact van de transatlantische slavernij op de diaspora. Het besluit is ook genomen om de inheemsen op te nemen in de benadering van slavernijverleden.